Hoi, welkom bij de video over hoofdstuk 10 reactiemechanismen. Deze uiteraard hartstikke belangrijk voor de organische chemie. In dit hoofdstuk kijken we naar twee soorten reacties. Allereerst gaan we even kijken naar de radicaalreacties. Wat zijn het en hoe verlopen deze? En vervolgens staan we wat langer stil bij de polaire reacties. Paragraaf 1 zal gaan over onder andere radicaalreacties. De rest van het hoofdstuk gaat over polaire reacties. Voor dit hoofdstuk heb ik een aparte video gemaakt van de voorbeeldopgaven. Dat zijn deze, die ik daarin uitleg. Ook deze kun je natuurlijk bekijken. Als eerste radicaalreacties. Nou, reacties uiteraard van moleculen die met elkaar reageren. Dat kan op verschillende manieren. Zuurbasisreacties ken je al. Radicaalreacties, dat zijn reacties waarbij de elektronenparen die zich bevinden tussen de atomen van een molecuul gesplitst worden. Dus het elektronenpaar, twee elektronen, gaan uit elkaar en er ontstaat een los elektron. Dat noemen we een radicaal. Dus een atoom met een los elektron, dat heeft geen lading, want het past in zijn plaatje. Dat heeft geen lading, maar een los elektron is wel zeer reactief. Deze atomen gaan heel snel reacties aan. Nou, we hebben hier drie voorbeeldjes. We hebben één voorbeeld van een radicaalreactie in drie stappen. Een radicaalreactie start altijd met de initiatie. Dat is initiëren, dus het ontstaan. Dus als ik hier kijk naar het molecuul chloor, dat zo getekend wordt, dan heb ik één elektronenpaar wat zich tussen de beide chlooratomen bevindt. En onder invloed van licht, een radicaalreactie opstarten kost altijd energie. Ontstaan twee chloorradicalen. Dus het molecuul chloor, Cl2, wordt gesplitst in de twee veel minder stabiele radicalen van chloor, Cl. Je ziet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de omringing van 7 elektronen bij chloor in de buitenste schil. Er is dus geen lading aanwezig, maar wel plaats voor een laatste elektron om de schil te vullen. Dit radicaal is heel reactief na de initiatie en zal met andere moleculen reageren waarbij opnieuw radicalen ontstaan. Dat noemen wij de propagatiefase. Dus typisch in een propagatiefase is dat ik voor de pijl een radicaal heb, Cl met het radicaal, en na de pijl heb ik opnieuw een radicaal. Alleen in dit geval is de methylgroep, zie je hier, een radicaal geworden. Ook die methylgroep kan weer verder reageren met het niet-radicaal, het chloormolecuul, Cl2. En er ontstaat weer een nieuw radicaal. In dit geval is het weer het chloor. Dus de propagatiefase is de fase waarin geen nieuwe radicalen ontstaan, maar wel nieuwe moleculen ontstaan. En de radicaalreactie voort kan duren. Nou, de radicaalreactie is een keer afgelopen. En wanneer eindigt die nu? Nou, die eindigt als twee radicalen elkaar weer tegenkomen. Bij stap 1 initiatie hadden we chloor dat zich splitst in twee chloorradicalen. Maar komen deze twee chloorradicalen elkaar weer tegen, ontstaat weer het chloormolecuul. En is de radicaalreactie afgelopen. Het kan ook zijn dat het chloorradicaal het methylradicaal uit de propagatiefase tegenkomt. En er ontstaat chloormethaan. En ook dan is de radicaalreactie afgelopen. Dit is de terminatiefase. Dus als twee radicalen voor de pijl elkaar tegenkomen en er na de pijl geen radicalen meer zijn. Dit zijn de drie kenmerkende fasen van een radicaalreactie. Dan gaan we naar de andere soort reacties kijken. En daarvoor is elektronegativiteit heel belangrijk. Hier staat in deze dia, als het goed is, niets nieuws voor jullie. Ik heb hier watermoleculen. En watermoleculen kenmerken zich door een behoorlijke delta plus en delta min. Hier is dus een gebrek aan elektronen in het waterstofgedeelte. Dat geeft dus een delta plus. En het zuurstof, vanwege de hogere elektronegativiteit, heeft een beetje een overschot aan elektronen. Het elektronenpaar, hier staat die, wordt een beetje richting zuurstof getrokken. En er ontstaat dus een delta min. Nou, deze delta plus en deze delta min,
die zorgen voor een polair verschil. En daarom noemen wij al de reacties die hiermee plaats gaan vinden, de polaire reacties. Polaire reacties is vaak de drijvende kracht achter vele reacties. We noemen dit asymmetrisch verbreken. Een radicaal reactie was een symmetrisch verbreken. Dit is asymmetrisch verbreken. En ik heb hier een AB-molecuul willekeurig. En het hele elektronenpaar gaat naar het meest elektronegatieve atoom. In dit geval B. A, en het elektronenpaar zit tussen A en B. A wordt dan de plus en B wordt de min. Andersom, als die B weer de A opzoekt, krijg ik weer het elektronenpaar ertussen. Deze polariteit die ontstaat, delta plus, delta min, kan ik versterken, en dat kennen we als het goed is nog een beetje uit de zuurbasereacties, met een zuur of een base. Ik heb hier bijvoorbeeld een alcohol, een COH, waarbij het meest elektronegatieve O delta min is. Dat is geen volle lading. Voeg ik hier een zuur aan toe, dan kan de OH geprotoneerd worden. Het vrij elektronenpaar op de O valt aan op een proton. En ik krijg een volle lading aanwezig, in dit geval op de O. Dus ik krijg versterking van polariteit en een delta min wordt een plus. Dus het wordt ook nog eens omgekeerd. De Z, dus het tegenion, dus het zuurrestion eigenlijk, zal dan de minlading krijgen. Hoe zit het nu met die polaire deeltjes? Nou, er zijn twee soorten. We hebben elektrofielen en we hebben nucleofielen. Even het woord zelf verklaren. Fiel, weten we, is houden van. Zowel elektrofiel als nucleofiel. Elektro zijn dus de elektronen. Als ik houd van de elektronen, dan voel ik me dus aangetrokken tot het negatieve. Een elektrofiel deeltje is een deeltje wat graag reageert met een negatief deeltje. Dat betekent dat het elektrofiel zelf vaak positief is. Maar hij kan ook neutraal zijn. De tegenovergesteld, een nucleofiel deeltje, houdt van de kern. De nucleus is de kern. Nou, de kern is positief. Dus een deeltje dat houdt van het positieve, aangetrokken tot positieve, is zelf vaak negatief. Maar ook in dit geval kan hij neutraal zijn. Er zijn deeltjes die dus zowel als elektrofiel als nucleofiel kunnen reageren. Dat zijn vaak neutrale deeltjes. En dan hangt het van het substraat af hoe zij reageren. Enkele voorbeeldjes. Elektrofiel H3O+, de O+. Hier heb ik chloormethaan met een delta plus kant aan de koolstof, want de chloor is het meest elektronegatief. En hier heb ik een carbocation, waar ik verderop in de video zal uitleggen wat het is. Ieder gewoon zuur, het H plus deeltje daar, is ook een delta plus, is ook een elektrofiel deeltje. Aan de andere kant heb ik hier ammoniak, met een vrij elektronenpaar, is een neutraal molecuul, maar is een nucleofiel, want dit vrij elektronenpaar van de stikstof reageert graag met een positief deeltje. OH-, sterke base, is een nucleofiel, want het is een volledige minlading zit erop zelfs, en wil graag met plusjes reageren. Water, neutraal, wil ook wel reageren met het vrij elektronenpaar, de delta-min. En je zult ook verderop in dit hoofdstuk zien dat ook een dubbele binding, in dit geval ethene, een dubbele binding is elektronenrijk en wil dus graag reageren met een positief deeltje en is zelf dus een nucleofiel. De drijvende kracht achter al deze reacties die je rest van het hoofdstuk zult zien, plusje wil minnetje en minnetje wil plusjes. Zorg dat je dat ook goed in de gaten houdt, dat je de minnetjes met de plusjes laat reageren. Hier hebben we een polariteit in de functionele groepen. Hier heb ik een aantal verschillende groepen. Zet de video maar eens eventjes stil als je wilt, om ze eens rustig te bekijken. Ik ga ze niet allemaal bespreken nu,
Maar je zult zien, als je deze rustig bekijkt, dat is, ik pak een willekeurige uit, een carbonyl, dus een behoorlijk belangrijke bouwsteen in organische chemie, dat het meest elektronegatieve atoom, dat is in dit geval de zuurstof, trekt aan de dubbele binding, aan de elektronen die daar zitten, wordt zelf delta min, waardoor de koolstof delta plus wordt. Nou, dat maakt deze carbonyl een functionele groep met delta plus en delta min. In alle gevallen wordt deze bepaald door de elektronegativiteit van het atoom. Eén uitzondering, waar ik, een tweede die ik ook nog wil bespreken, is het organometaal. In bijna alle gevallen wordt koolstof namelijk een delta plus als er een heteroatoom bij zit, stikstof of zuurstof, behalve bij de organometalen. Die zijn nog minder elektronegatief dan het koolstof, waardoor het koolstof delta min wordt. Je ziet, dat is de enige uitzondering die er staat. Bij een organometaal wordt koolstof delta min in plaats van delta plus, omdat in dit geval lithium delta plus is. Kijk ze maar eens rustig door. Dan enkele belangrijke afspraken. Dan gaat het over tekenen. Omdat we bij reactiemechanismen vaak tekeningen maken hoe moleculen of deeltjes aanvallen op andere deeltjes en hoe reacties tot stand komen, hebben we afspraken hoe dat we dit doen. Het is belangrijk, ook voor je examen, dat je dit goed doet. Want houd je niet aan de tekenafspraken, dan is dat behoorlijk op puntaftrek. En dat is zonde als je het wel snapt. Ik loop heel eventjes door met je. De start is gewoon de normale pijl, die kennen we nog uit leerjaar 3, is een reactiepijl. Een reactiepijl betekent, ik heb voor de pijl de uitgangsstoffen, na de pijl de producten. En dat is een rechte pijl. Ik heb ook nooit anders getekend, maar vanaf nu wordt dat wel belangrijk. Het moet een rechte pijl zijn. Boven en onder de pijl kun je omstandigheden of wat reagentia zetten. Maar uitgangsstoffen staan eigenlijk voor de pijl, producten daarna. Vanaf nu is het namelijk belangrijk dat die pijl recht is, omdat we mechanismen met een kromme pijl tekenen. Ook belangrijk dat die altijd krom is. In dit geval de OH, de hydroxylgroep, valt aan op bijvoorbeeld een H+, dit elektronenpaar. Dat mag geen rechte pijl zijn. Dat moet met een kromme pijl, moet die naar de H+ toe. Radicaalreacties, hier niet getekend, maar dat, als je terugbladert, terugkijkt, zie je dat wel, schrijven met een halve pijl. En met een halve pijl bedoel ik dat dit puntje maar voor de helft getekend wordt. Dus bij polaire reactie is dit een hele pijl. En bij radicaalreacties is dat dus maar een halve pijl. Puntje is maar een half puntje. Nog een andere belangrijke, elektronenparen vallen aan en worden niet aangevallen. Dus misschien dat je denkt dat het zuur aanvalt op de OH, dat is dus niet zo. Het H+ deeltje wordt aangevallen. H+ is een los proton, dat wordt aangevallen. We kijken altijd vanuit de elektronen. De elektronen vallen aan. Hier heb ik een vrij elektronenpaar op de OH zitten. Dit vrij elektronenpaar zal aanvallen op de H+. Een veelgemaakte fout om te zeggen, hey, die H+, zuur valt aan op de OH. Dat is dus niet juist. De pijl moet starten bij de OH en gaan richting de H+. Tijdens mechanismen, als je aan het tekenen gaat, hier heb ik bijvoorbeeld een intermediair, geldt altijd de octetregel. Dus ik mag nooit een omringing meer dan 8 hebben. Uitzonderingen zijn fosfor en zwavel. Ze zitten in een andere groep, andere periode. Maar dat zijn de uitzonderingen. Het is wel belangrijk dat voor de verdere rest altijd geldt de octetregel. Zorg dat je nooit boven de 8 komt. Ook waterstof is natuurlijk een uitzondering. Die mag niet boven de 2. Een andere afspraak, gewoon omdat het wat duidelijker wordt, is dat je om een lading een rondje zet. Ik heb hier een minlading, ik heb hier een pluslading. Als je om de pluslading geen lading zet, dan denk je dat het plus H plus H is. Net zoals dat hier min H2O is. Dat is niet, het gaat om een pluslading, dus een rondje eromheen. En bij de minlading is het belangrijk, omdat je je anders vergist wellicht met een vrij elektronenpaar. Nee, dit is minlading van chloor, dus een rondje eromheen. Hier heb ik een intermediair, een tussenproduct. Dit is niet te isoleren, het is een carbocation. Dat is niet te isoleren, maar tijdens de reactie ontstaat het wel korte tijd.
Nou, dat geven wij aan met rechterhaken. Dus rechterhaken zijn intermediaire. Ik had hier een tertiair alcohol. De OH valt een H+ aan. Ik krijg dan heel kortstondig een carbocation. Nogmaals, ik ga dadelijk uitleggen wat het is. En ik heb twee volgreacties. En de laatste die hier nog bij staat, werkt nooit met H+ in basis en OH- in zuurmilieu. Lijkt voor de hand liggend, maar ook daarvoor geldt. Vaak staat bij opgave dat deze reactie in zuurmilieu wordt uitgevoerd. Wat je dus niet mag, is dat je eerst deze eraf haalt. En dan een OH, dit streepje bijvoorbeeld, zou je ook gewoon kunnen zeggen, gaat op de OH zitten. En dan heb je je carbocation, deze, en je OH-. Nou, dat is niet de bedoeling, want ik kan geen OH- zijn in zuurmilieu. In zuurmilieu kan de basis OH- niet voorkomen. En omgedraaid, in basismilieu kan het zure deeltje H+ of H3O+ niet voorkomen. Bij reactiemechanismen werken we vaak met H+. Je mag ook met H3O+ werken. Je weet dat op VWO-niveau met zuurbasisreacties met H3O+ werken. H2O, neutraal deeltje, mag je wel gebruiken in zowel zuur als basismilieu. Dus probeer je aan deze rekenregels te houden. Nou, hier heb ik een bewijs met de bouwdoos. Ik zal hem niet met de bouwdoos toelichten nu, maar gewoon bespreken. Ik heb cyclopentaen en ik laat dat reageren met brom. En daar staat hier een elektrofiele additie van brom aan pentaen. Elektrofiel, dus ik hou van het negatieve. Brom is een elektrofiel, want hier heb ik het elektron, de dubbele binding. En die gaan met elkaar reageren. Is dit een eenstaps- of een tweestapsreactie? Nou, ik kan me voorstellen, als dit brom addeert op deze dubbele binding, dan gaat dus de brom open en deze dubbele binding gaat open en ze vinden elkaar hier, kan ik twee producten krijgen. Omdat het een ringverbinding is, kunnen ze onder de ring zitten, boven de ring, maar dat is hetzelfde product. Als ik hem omdraai, dan is het hetzelfde. Maar ze kunnen ook trans. Eentje boven, eentje onder de ring. Kijken we dan naar het mechanisme. Dus daarvoor heb je de reactiemechanismen nodig. Dan zul je zien dat deze elektrofiele additie als volgt plaatsvindt. Hier heb ik de dubbele binding. Valt aan op een brom. Dubbele binding op brom. Dat betekent dat deze elektronenpaar tussen de twee bromen gaat naar het andere bromatoom. En dat vormt het bromide-ion, Br-. En dan krijg ik dit in mijn intermediair. Dus het wordt zelfs een klein drieringetje. Is iets wat je niet hoeft te weten. Dat kan ook niet dat je dat moet weten. Je mag de brom hier tekenen en hier een plusje laten staan. Dus dan staat deze brom hier. En dan heb ik hier een pluslading. Maar men weet inmiddels dat dit intermediair gevormd wordt, een drieringetje, waar het bromplusdeeltje ontstaat. En het bromide, wat dus dan hier vrijgekomen is, zal dan van de andere kant aanvallen. En ik krijg voor een heel groot gedeelte de trans. Additie via het bromonium-ion, dat is het bromplusdeeltje, geeft 100% trans. Een eenstapsreactie, dus als brom rechtstreeks zou adderen op de dubbele binding, zou 100% cis geven. En een tweestaps, dat zou betekenen dat ik zowel cis als trans kan krijgen. Want deze brom, als dit een tweestaps is, zou ook van beneden aan kunnen vallen. Nu is bromen een groot atoom, met een moleculaire massa van 80. Dus als hier al een grote brom plus zit, is het misschien makkelijker voor ook een grote brom min om van boven aan te vallen. En krijg ik dus voor een groot gedeelte de transverbinding. Hier heb ik vier trechtertjes getekend aan de zijkant. Niet voor niets. Hiermee probeer ik uit te leggen wat een meerstapsreacties, wat dat inhoudt. Niet alle reacties geven direct in één keer het gewenste product. Dan heb je dus een aantal stappen die leiden tot het product. En wat ik hier wil uitleggen is dat in dit geval stap 3, het kleine trechtertje, die gaat het langzaamst. Dus dit is een reactie die vrij snel gaat. Dit is een reactie die vrij snel gaat. En hier heb ik maar een klein trechtertje. Deze reactie gaat heel langzaam. En de laatste stap
gaat ook weer heel snel. Nou, in deze vierstapsreactie kun je je voorstellen dat de snelheid van deze vierstapsreactie, oftewel hoe snel loopt het water erheen, bepaald wordt door de kleinste trechter. Dus bij meerstapsreacties is de langzaamste stap de snelheidsbepalende stap. Straks zullen we ook een voorbeeld zien waarbij dat belangrijk is. Nou, dan nu de uitleg over wat is nou dat carbocation wat ik al een paar keer besproken heb en zijn tegenhanger het carbanion. Als eerst het carbocation. Een carbocation is een carbo is betekent koolstof en een cation is een pluslading. Dus een carbocation is een koolstof met een positieve lading. Dat is echt een formele lading, dat is geen delta plus. Maar het koolstof heeft echt een elektron tekort. En daarmee echt een positieve lading. Dus het is niet de partiële lading van delta plus, delta min, zoals we in een carbonyl zagen. Maar echt een formele lading. Hier heb ik koolstof en ik heb 3 elektronenparen. 1, 2, 3 elektronen horen bij de 3 waterstoffen. 1, 2, 3 elektronen horen bij het koolstof. Ik mis er 1, dus heb ik een pluslading. Plus met een rondje eromheen. Nu zijn er een aantal soorten carbocationen. En het soort carbocation dat wordt bepaald door het aantal koolstoffen dat weer zit aan het koolstof waar het om gaat. Aan het carbocation. Niet het koolstof zelf. Maar hier heb ik de volgorde. Dit is de methyl die ik hier getekend heb. Die staat hier rechts. Dus deze C. En daar zitten 3 haartjes aan vast. Dan hebben we het over een methyl carbocation. Komt bijna niet voor. Staat hier ook, het least stable, is het minst stabiele. De tweede is namelijk een primair carbocation. En dat betekent dat aan het carbocation nog 1 koolstof zit. Een secundair carbocation heeft aan het carbocation 2 koolstoffen. En een tertiair carbocation heeft aan het koolstof 3, aan het carbocation 3 andere koolstoffen zitten. Dat is dus ook het maximum, want als er 4 zouden zitten, was de lading weg, hebben we geen carbocation. Er zijn 4 soorten, de methyl, de primaire, secundaire en de tertiaire. Wat je moet onthouden, en dat is belangrijk, is dat des te meer gesubstitueerd een carbocation is, dus des te meer koolstof er aan vastzitten, des te stabieler hij is en des te meer hij voorkomt en des te makkelijker het is om reacties mee te doen. Het waarom daarvan, nou, dat hoef je niet te weten, ik wil het kort wel toelichten. Dat heeft met de stuwende kracht van de methylen te maken. Deze methylen zijn elektronenstuwers, dus de dubbele binding wordt een beetje richting het carbocation gestuwd, waardoor dit wat minder een formele positieve lading wordt en hij enigszins gestabiliseerd wordt door de zijgroepen. Hier is dat niet zo en is dit dus een heel instabiel deeltje. Een carbanion, daarvan noem ik alleen eventjes de naam, is het tegenovergestelde van carbocation. En dat is dus een koolstofatoom met een minlading, een formele minlading. Dat gebruiken we verder niet in het hoofdstuk. Wat we dus wel gebruiken is het carbocation. Markovnikov, nou, een slimme kerel uit de geschiedenis, daar hebben we er natuurlijk meer van gehad. Die maakte gebruik in zijn voorspelling voor additiereacties van de stabiliteit van de carbocationen. Hij wist dus dat inderdaad de methyl de minst stabiele was en het tertiair carbocation het stabielste was. En wat hij dus ook voorspelde is dat een substitutie, een additie aan een dubbele binding, dat die plaats zal vinden aan het meest gesubstitueerde koolstofatoom. Ik heb hier het voorbeeldje. Ik heb hier een 1, 2, 3, een propeenverbinding, dus propeen. Ik addeer daar HBr aan. En het eerste wat gebeurt is dat de dubbele binding aanvalt op de H, waarna het elektronenpaar tussen de HBr op de Br gaat zitten en ik dus een carbocation krijg. De H valt aan en de lading komt hierop te zitten en ik krijg bromin. Dan heb ik 2 soorten carbocationen die kunnen ontstaan. Want de H kan vanuit deze dubbele binding hier komen zitten.
maar ook op het middelste koolstof. Komt die op deze te zitten, dan heb ik hier dus een secundair carbocation gekregen. Want ik heb 1, 2 koolstoffen die zitten aan het carbocation, secundair. Had de waterstof hier gaan zitten, dan had het de pluslading aan deze kant gekomen en dan had ik een primair carbocation gekregen. En een primair carbocation is minder stabiel. En het minder stabiele zal dus niet gevormd worden. Dus in de tweestapsreactie zal dit carbocation gevormd worden. En vervolgens komt het bromide-ion. Br- zal reageren met het carbocation, met de plus. En krijg ik dit product gevormd. Dus bij de additie van HBr aan propeen krijg ik 2-bromopropaan. En niet 1-bromopropaan. Dat is de regel van Markovnikov. Die zegt dat het meest gesubstitueerde carbocation gevormd zal worden als intermediair. En dat laat je dan vervolgens weer verder reageren. En in dit geval maakt dat dus ook echt uit welk product je krijgt. Je krijgt 2-bromopropaan. Terwijl je met reactiemechanismen net zo makkelijk 1-bromopropaan zou kunnen tekenen. Maar dan moet je dus de regel van Markovnikov toepassen. Hier hebben we zo'n intermediair. Je ziet hier ook weer met haken. En het is een carbocation. Het is een tertiair zelfs. 1, 2, 3. Wat aangevallen wordt door een bromide. 1, 2, 3. Hier hebben we dus weer een alkeen. In dit geval is het 1, 2, 3 met 4 koolstoffen. Alkeen. Twee staps. Eerst wordt het carbocation gevormd en daarna komt het bromide. En dan is dit het energiediagram wat daarbij hoort. Dan ga ik even toelichten. Ik heb beginstoffen in bepaalde energie. Dan moet ik energie instoppen. De activeringsenergie, dat kennen we ook. Voordat stap 1, dat is deze, plaats zal vinden. Als stap 1 plaatsvindt, dan wordt er een behoorlijk instabiel carbocation gevormd. Daar zit veel meer energie in. Des te stabieler een product, des te lager de energie die erin zit. En dit carbocation, dit tertiair carbocation, reageert vrij snel weer verder met het bromide. Ik heb hier namelijk veel minder activeringsenergie voor nodig. Als ik voor stap 1 deze activeringsenergie aan kan brengen, dan is er ook zeker genoeg voor stap 2 aanwezig. Dus het carbocation zal vrij snel doorreageren tot het eindproduct. En in dit geval een bromalkaan. Dat bromalkaan heeft in dit geval minder energie dan de beginstoffen bij elkaar. Nou, een paar dingen zijn belangrijk. Stap 1 heeft een hogere activeringsenergie dan 2. Het carbocation heeft een hogere energie dan de beginstoffen. Als die namelijk lager was, dan was het echt een stabiel carbocation. Dan had je het gewoon in een potje kunnen opvangen. Dus het reageert wel vrij snel verder. En omdat dit een exotherme reactie is, hebben de eindstoffen minder energie dan de beginstoffen. De snelheidsbepalende stap is de stap die het langzaamste gaat. En dat is in dit geval de eerste stap. Want als stap 1 voorbij is, dan zal stap 2 vrij snel kunnen verlopen. Hoe zou het energiediagram eruit zien als stap 2 snelheidsbepalend zou zijn? Nou, dan was deze kamelenbult natuurlijk precies omgedraaid. Dan had ik eerst een klein bultje voor stap 1 en dan een hogere barrière voor stap 2. Een volgende type reactie dat we gaan bekijken is de substitutiereactie. Substitutie staat voor wissel. Dus in dit geval gaat er iets uit en iets erin. Vervangingsreactie. En er zijn twee soorten reactie. We hebben de SN1 en de SN2. Waar staat dat voor? De S staat voor substitutie. De N is nucleofiel. En de 1 staat voor de stofconcentratie die de snelheid bepaalt. Dus bij de SN1 is er slechts één stof die bepaalt hoe snel de reactie gaat.
Die 1 is verwarrend, daar kom ik dadelijk nog wel op. Maar een SN1 en een SN2, dat zijn de twee substitutiereacties die je moet kennen. Begin ik eerst eventjes met de SN2. Een SN2-reactie, dat staat hier, substitutie nucleofiel. Twee stoffen bepalen de snelheid ervan. Dat is namelijk het nucleofiel en het substraat, zijn beide aanwezig. De SN2-reactie gaat ineens. Er komt een nucleofiel, dat komt nadert van onderen het molecuul. Dit elektronenpaar nadert de koolstof. Dat betekent dat dit elektronenpaar moet vertrekken, anders overschrijd ik de octet. En als dat gebeurd is, heb ik dus de nucleofiel ingevoegd en een X- in dit geval verlaat het molecuul. In vierkante haken, het is een eenstapsreactie, dus het is een intermediair wat geen stap is. Je ziet ook dat dit stippenlijntjes zijn. Dit kunnen niet echt elektronenparen zijn. Dan ga ik over de octet heen. Maar bij het binnenkomen van het nucleofiel vertrekt de X. En dan krijg ik dus dat het nucleofiel geaddeerd is. Een additiereactie of een substitutie heeft ondergaan. Omdat de X- is vertrokken. De SN1... is een reactie die in twee stappen gaat. En dan heb ik meteen het verwarrende uitgelegd. De SN2 gaat ineens. En de SN1 gaat in tweeën. Dat is verwarrend. Maar de 1 en de 2 nogmaals staan voor de hoeveelheid moleculen. Dus het aantal soorten moleculen dat snelheidsbepalend is. En bij SN2 zijn zowel het nucleofiel als het substraat aanwezig bij de snelheidsbepalende stap. Dus twee stoffen bepalen de reactiesnelheid. Bij een SN1 heb je eerst de stap dat de X het molecuul verlaat. Dat gaat vaak vrij langzaam. Het elektronenpaar gaat op de X zitten en hij vertrekt. En dan als tweede komt de nucleofiel aanzetten en krijg ik hetzelfde product. Ik kan hetzelfde product krijgen. Maar omdat dit twee stappen zijn... en de snelheidsbepalende stap is dit, wordt de reactiesnelheid alleen maar bepaald door het substraat. Het nucleofiel, in deze snelle tweede stap, doet er niet toe voor de snelheidsbepalende stap. Dus SN1 zegt één stofconcentratie bepaalt de snelheid. En dus dat is in dit geval het substraat. Verder lijken de reacties natuurlijk wel op elkaar. Hier gaat het tegelijk, nucleofiel erin. En X eruit. Hier gaat het na elkaar. Eerst gaat X eruit. En vervolgens komt het nucleofiel erin. Deze snelheidsbepalend. SN1. En hier snelheidsbepalend zowel het nucleofiel als het substraat. Dan kijken we naar de stereoisomerie bij SN1 en SN2. Als het tot dezelfde producten zou leiden, zou het ook minder interessant zijn. Maar er zit dus wel degelijk een verschil. Hierboven heb ik weer eerst het SN2-mechanisme. Ik heb hier een chiraal koolstofatoom. Dus ik heb hier stereoisomeren. En dat zijn, welke het zijn, maakt niet uit. Ik pak even restgroep 1, 2, 3. En ik heb hier een nucleofiel, wat er dadelijk uitgaat. Er komt een nucleofiel in, maar er gaat ook eentje. Daarna gaat een ander eruit. En op het moment dat dit nucleofiel, deze I, dus geen I, dus een vrij elektronenpaar, als dit elektronenpaar aan deze zijde aanvalt, zal dit elektronenpaar ook altijd aan deze zijde vertrekken. Dus ik heb, en dat is belangrijk bij SN2, behoud van stereo-isomerie. Alleen die draait wel om, omdat dit met z'n drieën een bepaalde volgorde heeft. En daar waar de substituent eerst aan de bovenkant zat, of in dit geval rechterzijde, en een nucleofiel van de onderkant komt, in dit geval linkerzijde, zal het product dus precies omgedraaid zijn. Het nucleofiel zit nu aan de andere kant dan net. Maar stereo-isomerie is wel behouden. Want in alle gevallen komt die van onderen, vertrekt die van boven. Bij een SN1 is dat anders. Daar zal eerst het vrije elektronenpaar op het vertrekkende nucleofiel zitten. Ik krijg daar dus de nucleofiel met de middenlading vertrekt.
En ik heb het carbocation gevormd. Dit is een tertiair, als er restgroepen koolstof zijn, redelijk stabiel. En dit carbocation kan aan twee kanten door het nieuwe nucleofiel aangevallen worden. Zowel de bovenkant als de onderkant. Het heeft drie restgroepen. 1, 2, 3. Dit is een omringing van 3. Dit is dus vlak, dit is geen tetraeder. Dit is een vlak molecuul. En dit vlakke molecuul kan van zowel boven als van onder aangevallen worden door een nucleofiel. En ik krijg dus, en dat noemen ze racemisatie, ik krijg twee producten. Die lijken natuurlijk hartstikke veel op elkaar, maar dit zijn de stereoisomeren. Waarbij het nucleofiel van zowel boven als van onder een ander product vormt. En ik twee producten krijg. Chiraliteit is verloren en ik heb vermenging van stereoisomeren. Wat is nu het verschil tussen de SN1 en de SN2? Wanneer krijg ik de SN1 en wanneer krijg ik de SN2? Hier staan een aantal regeltjes. Allemaal uitgaande van een SN2. Je moet even kijken. Je kunt allebei de kant op redeneren. Maar als ik kleinere groepen heb, dan heb ik meer kans op SN2. Misschien vrij logisch. Ik heb hier de zijgroepen ABC. En als die kleiner zijn, is het makkelijker om deze reactie tegelijk uit te voeren. Dus dat zowel het nucleofiel komt, als in dit geval het brom weggaat. En dan moet er plek zijn, omdat ABC niet zo groot is, voor dit intermediair. Zijn ABC heel groot, ga je meer SN1 krijgen, want dan moet eerst de 1 vertrekken voordat daarna de ander kan komen. Als ik een stabielere vertrekkende groep heb, in dit geval brom, dan heb ik meer kans op SN2. Een stabielere vertrekkende groep, dan heb ik meer kans op SN2. Nou, als deze namelijk aankomt fietsen, dan gaat deze ook tegelijkertijd weg. Nou, en als dit een heel instabiele groep is, dan wil die dan niet. Dus als dit een stabiele groep is, dan heb ik meer kans dat als deze komt, deze ook meteen tegelijkertijd al gaat. En heb ik dus meer SN2. Des te sterker het nucleofiel, dat is bijna altijd basissterkte. Maar daar zit een klein addertje onder het gras wat je verder ook niet precies hoeft te weten. Want basissterkte dat is 1, maar de grootte van een nucleofiel is ook nog iets. Maar des te sterker het nucleofiel, in dit geval O-min, des te meer SN2. Want een heel sterk nucleofiel heeft enorm de neiging om naar dit koolstof te gaan. En die ramt er als het ware dus doorheen en meteen krijg je die SN2. De vierde, des te minder gesubstitueerd het C-atoom, des te meer kans op SN2. Nou, dat lijkt een beetje op de bovenste, kleinere groepen, want als die minder gesubstitueerd is, A, B en C, dan zitten daar dus waterstoffen, nou, die zijn heel klein. En dan heb ik meer kans op SN2. Een tweede reden, des te minder hij gesubstitueerd is, en dat staat hier achter, primair, methylprimair secundair tertiair. Dat heeft dus met carbocation te maken. Bij een SN1 krijg ik een carbocation, bij een SN2 niet. Heb ik dat niet nodig. En een carbocation is stabieler als hier wat grotere, als hier koolstoffen zitten. Een aprotisch polair oplosmiddel, dat is het laatste, bevordert SN2. Nou, dan moet je eerst weten wat aprotisch polair is. Aprotisch betekent er zitten geen waterstoffen. Methanol bijvoorbeeld heeft een waterstof. De H van OH, polaire waterstof. Aprotisch polair betekent dat hij geen waterstoffen heeft die polair zijn. Want een CH is ook een H, maar dat telt niet als aprotisch polair. Het moet wel polair zijn, maar geen losse waterstoffen hebben die er vanaf kunnen. Acetonitril, CH3CN en aceton zijn daarvan goede voorbeeldjes. Goede voorbeelden, die hebben geen losse waterstofatomen. Wel de CH3 die aan de CH's, maar die zitten vast. Maar dit zijn wel polaire moleculen. Dus een SN2 reactie, als je die wil, als je dus behoud van stereochemie wil, maar wel inverse, kun je het beste in reacties acetonitril of aceton pakken als oplosmiddel. Hier heb ik een elektrofiele aromatische substitutie. Even nadenken. Elektrofiel, dus dat is een deeltje dat graag naar elektronen gaat. Dus ik moet met een plusdeeltje reageren.
Een aromatische, dus ik heb een koolstof 6 ring met 3 dubbele bindingen. Substitutie, iets erin, iets eruit. In dit geval is het de Friedel-Kraft-bromering. Ook hiervan twee slimme kerels uit het verleden, Friedel en Kraft, hebben deze samengesteld. Het mechanisme hier is iets anders dan in jullie boek, Nova, beschreven staat. Beide keurig goed als je die gaat gebruiken op de toetsen voor de uitleg. Maar zelf heb ik de voorkeur om deze te gebruiken. Brom laat je reageren met ijzerbromide, ijzer-3-bromide. En dan krijg je dit deeltje een beetje. Dus ik krijg het ijzer, krijg je minlading. Een omringing van 4. Maar aan één brom zit nog steeds dat andere brom. Waardoor dit brom als het ware een beetje een pluslading krijgt. En ik een bromonium-ion creëer. En het bromonium-ion is dus het elektrofiele deeltje. Het elektronenpaar, ook hiervoor geldt, dat valt aan. Hè? En dat kan aanvallen op deze brom, waarbij dit elektronenpaar doorschuift naar hier. Dus dan heb je toch niet met deze brom, met de brom plus gereageerd, maar deze steekt veel verder uit. Je gaat naar deze en in situ gaat het elektronenpaar op deze brom zitten. Je krijgt dan dus FePr4 en ik krijg min. En ik krijg mijn brom die op deze plek gaat zitten, hier, waardoor het plusdeeltje, het carbocation, ernaast ontstaat. In dit geval een secundaire, 1, 2 koolstoffen die ernaast zitten. Stap 2 is het herstellen van de aromaat, die is veel stabieler. Dat kan doordat het elektronenpaar, in dit geval van de waterstof, als dat van de brom was, als ik me terug weer af, maar van de waterstof, tussen deze twee koolstoffen gaat zitten. Hier zie je die dubbele binding weer ontstaan. En de H+ afgevangen wordt door, hier staat dan een base. En ik krijg dan mijn, in dit geval, HB+. En ik heb mijn brom substitutie gehad aan mijn aromaat. En ik heb in dit geval brom benzeen gekregen. Hieronder nog een keer vermeld. Brom plus is het deeltje dat reageert. Vaak zul je zeggen, oh, dat reageert op de dubbele band. Nee, deze wordt aangevallen door de dubbele band. Een tweede reactie die je moet kennen is de eliminatie. We hebben de substitutie gehad en we hebben ook nog de eliminatie. Eliminatiereacties. Tegenovergestelde van additie. Nou, de additie kennen we. De additie is als een reactie op een dubbele binding. Hier beneden staat de additiereactie. Ik heb een dubbele binding, HBr addeer ik daarop en ik eindig met mijn bromalkaan. Eliminatie is het tegenovergestelde. Ik heb dus al in dit geval mijn bromalkaan. En wat gebeurt is dat een Br en één van deze haartjes, die vertrekken. Ik krijg HBr gaat eruit, dat elimineert en ik krijg mijn dubbele binding. Ook daarvan zijn er twee. We gaan even kijken allebei hoe ze eruit zien. Net als de SN1 en SN2 hebben we hier ook een E1 en een E2. Eliminatie 1 en 2. De 1 en de 2, net als substitutie, staan voor hetzelfde. Hier is dus een tweestapsreactie, de E1. Maar er is dus maar één stof die de snelheid bepaalt. Bij de E2, een eenstapsreactie, waar twee stoffen de snelheid bepalen. Kijk eerst even naar de E2 die ineens gaat. Er komt een base aan, die is wel geïnteresseerd in dit waterstof met zijn elektronenpaar. Nou zegt dat waterstof prima, maar dan moet mijn dubbele binding tussen deze twee koolstoffen gaan liggen. Dus hier ontstaat de dubbele binding. Nou, dan heb je weer een ruzie met de octet, want dan zou je een omringing van 10 krijgen. En om dat te voorkomen zal deze X verwijderd worden. In het vorige voorbeeld was dit dus de brom. En die gaat er dan uit als brom min. Als dat een redelijk stabiel nucleofiel is, dan wil deze reactie wel plaatsvinden. Je eindigt dan met je dubbele binding. En je restgroepen. En ik heb dus het bromide wat eruit is. In een E1 is het een tweestapsreactie. Dan gaat dit ook gebeuren. Dan zal als eerste je nucleofiel verdwijnen. Dus het elektronenpaar gaat op de X zitten. Dat verdwijnt. En hier ontstaat een carbocation. Dat is stap 1. Dat is deze.
En vervolgens zal een base zich melden bij het waterstof. Het elektronenpaar gaan richting de twee koolstoffen om deze plus op te heffen. En eindig ik ook weer met dit product, hetzelfde product. Ook hiervoor geldt, je kunt naar hetzelfde product gaan, maar reactiemechanistisch zijn het twee verschillende reacties. Of ineens bij de E2, of een tweestapsreactie bij de E1. Keuze. Als je goed opgelet hebt, dan zag je dat de SN1-reactie via een carbocation ging als intermediair, maar ook de E1-reactie gaat via een carbocation. Dus op het moment dat het carbocation gevormd is, hier zie je het, na stap 1, dus de OH vertrekt, het vrije elektronenpaar valt een H+ aan, OH- vertrekt, ik krijg hier het carbocation. Op het moment dat dit carbocation gevormd is, kan een reactie dus twee kanten op. Het kan zowel een SN1 gaan vormen, dus een substitutie, in dit geval het chloride ion komt eraan, maar ook de H+ kan vertrekken, waardoor het vrije elektronenpaar ertussen komt te zitten en ik een E1 reactie krijg. Als het carbocation gevormd is, zijn er een paar factoren die kunnen bepalen welke van de twee favoriet is. Eentje ervan vind ik dat je moet kennen, dat is de sterkte van de base van het nucleofiel. Dat bepaalt voornamelijk welke gevormd gaat worden. Heb ik namelijk een heel sterk nucleofiel, een sterke base, dan wil hij deze H+ graag pakken en is E1 favoriet. Is het een neutraal nucleofiel, dus bijvoorbeeld gewoon water, dan is de substitutie favoriet. Andere factoren zijn bijvoorbeeld oplosmiddel en temperatuur. Ook daarmee kun je onderscheid maken tussen E1 en SN1, maar dat ligt heel gevoelig en is niet zo uitgesproken als de basissterkte van het nucleofiel. In je boek op bladzijde 191-9, daar heb je een groot overzicht. Voor mij hoef je dat echt niet helemaal uit je hoofd te kennen. Ik vind wel dat je de grote lijnen en de bepalende factoren moet kennen. Die factoren heb ik hier nog een keer op een rijtje gezet. Vier factoren die invloed hebben of dat ik een substitutiereactie krijg, SN1, SN2 of eliminatiereactie, E1, E2. Dit hebben we al een klein beetje gezien. De mate van substitutie van het centrale C-atoom, dus ook de grootte, maar dat heeft ook met het carbocation te maken, is bepalend. Het soort oplosmiddel, we hebben gekeken naar aprotisch. De vertrekkende groep, welk deeltje vertrekt er, maar ook welk deeltje valt aan, dus het nucleofiel. Die vier beïnvloeden S1, S2, SN1, SN2, E1 en E2. Er zijn ook nog vier factoren, en die lijken er veel op, die invloed hebben op de keuze tussen SN1 en E1 en die te maken hebben met de stabiliteit van een carbocation. De eerste drie zijn gelijk. Die bepalen dan waarschijnlijk ook of het E1, E2 wordt of SN1, SN2, de stabiliteit van een carbocation. Het soort nucleofiel, dat doet hier niet aan mee. Want dat is het deeltje dat gaat aanvallen. Dat heeft niets met het carbocation zelf te maken. Wat er nog wel is toegevoegd is de temperatuur. Een lagere temperatuur, als de reactie dan wel plaatsvindt, dan zijn de carbocationen vaak stabieler. Dan hebben we nog een Zaitsev, een regel van Zaitsev. Die heeft, lijkt een beetje wel op die Markovnikov. Hij heeft gezegd, een dubbele binding ontstaat tussen twee koolstofatomen die zoveel mogelijk gesubstitueerd zijn. Nou, dan kun ik even met een voorbeeldje het makkelijkste toelichten. Ik heb hier bijvoorbeeld de eliminatie van HCl. Dat zou kunnen betekenen dat ik deze drie producten ga krijgen. Als deze chloor gaat, dan kan er hier een haartje meegaan, hier kan een haartje meegaan en dit haartje kan meegaan. Alles is mogelijk. Hier aan deze chloor gaat weg. Je krijgt hier een pluslading. En om die pluslading op te heffen, kan een van deze 7, 3, 6, een van deze 7 haartjes verdwijnen. En kan de dubbele binding ertussen komen ontstaan. En dat zou deze 3 producten moeten worden. In verhouding,
En dit zijn dan nog dezelfde. Als je draait, als je deze omklapt, zou deze 6 van de 7, zou dit product moeten zijn. En slechts 1 van de 7 deze. In 1 van de 7 gevallen dit, 6 van de 7 gevallen dit. Alleen Zaitsev ontdekte dat dat helemaal niet zo is. Deze zijn zelfs gelijk, zie je nogmaals. Dus 6 keer deze en 1 keer deze. Toch zal 80% dit product gevormd worden. In plaats van 1 zevende. Nou, dat komt, zegt Zaitsev, omdat een dubbele binding ontstaat tussen twee koolstofatomen die zoveel mogelijk gesubstitueerd zijn. Hier heb je de dubbele binding. En dan heb ik 2 gesubstitueerde koolstofatomen aan vastzitten, aan deze. Maar hier 0. En in dit geval, precies hetzelfde. Hier zijn dan de 2, maar hier ook 0. En in dit geval, als deze ontstaat, zijn alle 4 de deze twee koolstoffen, op alle 4 de plekken hebben ze substituenten zitten. In dit geval methylene. Nou, dat geeft ook dat heeft met stabiliteit te maken. Dat heeft de voorkeur. En je ziet dat in 80% van de gevallen gekozen wordt voor deze ene ten opzichte van de 6 van die. Dit was het voor deze keer. Veel succes bij dit pittig hoofdstuk.